In de eredivisie van het zaalvoetbal stond afgelopen weekend de wedstrijd tussen de dames van het Groningse Dr. Anders Vijfje en de Reigerboys uit Heer Hugo Waard op het programma. Vijfje staat bij aanvang zevende en de bezoekers achtste. Beide teams wisten dit seizoen slechts één keer te winnen. Vijfje deed dit tegen Reigerboys en dus lagen er kansen. Vijfje begint slap aan de wedstrijd. De enkele kans die Vijfje krijgt wordt niet benut en verdedigend zetten de dames te weinig druk op de bal. Gelukkig voor Vijfje is keepster Jessica Ploeg geconcentreerd en lukt het de bezoekers ook niet om te scoren. Bij rust staat het 0-0. Net na rust direct een kans voor Vijfje. Stefana de Wolf op Marloes van Vulpen, maar haar schot schampt de paal. Nog binnen de eerste minuut in de tweede helft hebben de bezoekers meer geluk. Paola Smit speelt zichzelf met een paar mooie bewegingen vrij en schiet de 1-0 in het net. Vijf minuten later is het weer raak voor de Reigerboys. Monique van der Rijst kaapt de bal weg van Stefana de Wolf en vindt aan de andere kant de ingelopen Chantal Hendriksen voor de 2-0. Onder aanmoediging van het publiek zet Vijfje een tandje bij en dit wordt halverwege de tweede helft beloond. Michelle van der Hoeven haar schot wordt geblokt, maar in tweede instantie is het Nadia Aukake die scoort 2-1. Meer zit er helaas niet in voor Vijfje dat met 2-1 verliest. Door het verlies gaat Reigerboys Vijfje voorbij in het klassement en belanden de Groningers op de achtste en voorlaatste plek. Wij waren slecht vandaag. Teleurstellend slecht. Bal er ook wel van. Er had wel meer in gezeten, denk ik. Hier hadden we echt punten moeten pakken. En ja, als we deze hadden gewonnen, stonden we gewoon goed vast. Derde van onderen en nu staan we 1 na laatste.